De trouwdag van de 10e maart ziet een feestelijk versierde dam wijds aan de voeten van het Koninklijk Paleis met de gouden koets gereed om het bruidspaar door Amsterdam te rijden. Het grote moment. Prinses Beatrix en Claus van Amsberg komen naar buiten en daarmee de onthulling. Hoe ziet de bruid eruit? Hoe is haar boeket? Hoe haar hoofdtooi? Het publiek op de dam ziet dat allemaal het eerst wanneer de tocht begint die bruid en bruidegom naar het oude stadhuis vlakbij het paleis zal voeren. Een bruiloftstoet zoals de hoofdstad niet eerder gezien heeft gaat nu over het grandioze plein en passeert het nationale monument waar velen zijn samengedromd. Daarna buigt zij af in de richting van de nauwe Damstraat die zo vaak bruiden ziet, maar nu voor het eerst een koninklijke bruid. Over de brug naar de ouderzijds Voorburgwal passeert intussen de glazen koets met koningin Juliana, prins Bernhard en mevrouw van Amsberg, de moeder van de bruidegom. Wuivend naar het publiek langs de smalle trottoirs maken prinses Beatrix en Claus van Amsberg deze korte rit die met de sluiting van het burgerlijk huwelijk bekroond zal worden. Geholpen door haar in jacket geklede bruidegom verlaat de prinses het gouden statierijtuig. Niet vaak zal de koets een niet geuniformeerde prins gereden hebben. Over de binnenplaats van het stadhuis is niet ten onrechte een pergola opgetrokken voor het geval van slecht weer. De prachtige versiering van bloemen is tekenend voor de stijl waarin Amsterdam de plechtigheid laat verlopen. In de raadzaal van de gemeente, dit keer ingericht als trouwzaal, treedt het bruiloftspaar binnen, vergezeld van de bruidsmeisjes bij wie prinses Christina, de naaste familieleden en de getuigen. Zodra het paar gezeten is, vraagt burgemeester Van Hal allereerst aan de vader van de bruid of hij toestemming tot het huwelijk van zijn dochter geeft. Geert van Amsberg? Ja. Majesteit, stemt gij toe in het huwelijk van uw dochter Beatrix Wilhelmina Amgaard met Klaus George Willem Otto Frederik Geert van Amsberg? Ja. De burgemeester verzoekt hierna het paar om op te staan en elkander de rechterhand te geven. Daarna leest hij de trouwformule voor, waarbij hij zich eerst tot de bruidegom richt. Verklaart gij aan te nemen tot uw wettige echtgenote prinses Beatrix Wilhelmina Armgarter Nederlander, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Liepe-Biesterfeld? Ja. Direct hierna richt de burgemeester dezelfde vraag tot de prinses. Verklaart gij getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik in naam der wet dat gij door de echt aan elkaar nog verbonden zijt. Terwijl de minister-presidenten van de drie rijksdelen toekijken, tekent prins Klaus als eerste de huwelijksakte. Wanneer even later ook prinses Beatrix haar handtekening plaatst, neemt de bruidegom even de gelegenheid om aandacht te schenken aan de bruidskinderen die daarom vragen en op wie van vele zijden vertederde blikken worden geworpen. Op dit moment zijn prinses Beatrix en prins Klaus voor de wet getrouwd. Een belangrijke stap in hun leven is bekrachtigd door hun handtekeningen en door die van Beatrix ouders en de getuigen. Naar de Westerkerk begeeft zich nu de stoet. Het publiek wuift hartelijk naar de glazen koets met de ouders, voor wie deze dag zoveel gevoelens aandraagt die alle ouders kennen op zulke hoogtijdagen voor hun kinderen. De gouden koets komt nu ook in de brede Raadhuisstraat, waar ondanks de stromende regen vele toeschouwers bijeen zijn.
Het is in deze straat dat relbeluste onruststokers rookbommetjes werpen, die echter de voortgang van de stoet naar de kerk niet hinderen. Een groot gezelschap van vorstelijke personen, regeringsautoriteiten, vrienden en vertegenwoordigers van het volk is verzameld in de prachtig versierde historische kerk. De dienst begint met het door dominee Kater uitgesproken votum. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk zijner handen. Amen. In het gebed dat volgde op groet en samenzang gewaagt dominee Kater over de liefde van het jonge paar als een geschenk van God. Zij weten dat zij door de aanvaarding van dit geschenk anderen hebben pijn gedaan. Ze zijn hier niet in de roes van het eigen geluk gedachteloos aan voorbij gegaan. Zij denken hier in het uur van hun blijdschap ook aan hen die meenden dat zij in deze blijdschap niet konden delen omdat er nog te veel droefheid in hun hart was. Dominee Sylvis Smit predikt op het thema van de christelijke liefde. Liefde tot het einde. Voor de losprijs. Voor het offer. En uit de diepte van dat offer stroomt u toe, om Jezus wil, leven en overvloed. Uit de diepte van zijn offer. Love divine, all loves excelling. Dominee Kater stelt hierna aan de bruidegom de in de liturgie geformuleerde vraag. Verklaart gij hier voor God en zijn gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw vrouw Beatrix Wilhelmina Armgard van Oranje-Nassau van Liepen-Biesterveld. En belooft ge dat gij haar zult liefhebben en beschermen zoals een man aan zijn vrouw verschuldigd is. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Ook de bruid antwoordt met heel haar hart bevestigend. De dood u zal scheiden. En dat gij hem trouw zult zijn in alle dingen overeenkomstig het evangelie. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Dat God ook u verhoren en uw hulp zij. Als een zichtbare bekrachtiging van hun zojuist uitgesproken ja wisselen bruid en bruidegom hierna de trouwringen. Groot is de aandacht van prinses Margriet en haar verloofde voor dit intieme moment. Prinses Beatrix heeft enige moeite om de ring om de vinger van haar man te schuiven, die haar dan ook daarbij wat moet helpen. Nu komt het plechtigste ogenblik van de dienst. Man en vrouw knielen om de zegen in ontvangst te nemen. De Heer zegene en behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Thank you.
De dienst is afgelopen. Als echtgenoten verlaten prinses Beatrix en prins Klaus de Westerkerk. Buiten wacht het paar nog guurder weer dan op de heenweg. Velen hebben gedurende de hele dienst de koude wind en de regen getrotseerd om als eersten het echtpaar toe te juichen wanneer het onder klokgelui van de Westerkerk vertrekt. Opnieuw rijdt de stoet de Raadhuisstraat in. De omweg die gemaakt wordt en die langs de Nieuwe Zijds gaat, even het havenfront raakt en vervolgens over het Damrak voert, is bedoeld om een zo groot mogelijk publiek de gelegenheid te geven een blik te werpen op het paar. In de snel donker wordende middag wordt het prinselijk paar bij zijn terugkeer bij het paleis begroet door hartelijk gejuich. Twee bruidskindertjes hebben nog even een kleine moeilijkheid over het bloemenmandje. Toen de jonggehuwden het paleis waren binnengegaan, was het wachten op het ogenblik waarop ze van het balkon af de mensen op de Dam hun geluk zouden tonen. Aan dat geluk valt niet te twijfelen. En beiden spraken aan het einde van de bewogen dag hun verlangen uit dat het vertrouwen van het volk het mogelijk zal maken dat ze samen kunnen werken aan de toekomst van het land waarvan de Amsterdamse Dam op dit moment het middelpunt was. Ja.